Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de mobiele units voor de verplichte landsdienarenregistratie inmiddels ingezet. De reden voor de mobiele unit is om een zo groot mogelijk aantal landsdienaren tegemoet te komen. Het gaat om ambtenaren die zich niet fysiek kunnen registreren bij het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat of online vanwege medische redenen of een beperking. De verplichte landsdienarenregistratie, welke op 1 oktober is opgestart, is onderdeel van het Public Sector Reform Programma dat als doel heeft om de effectiviteit en efficiëntie van de overheid te verbeteren. Het is ook de bedoeling de loonkosten van de overheid significant omlaag te brengen. De werking van de wet minimumloon 2019 is aan evaluatie toe. Hiervoor heeft minister Stephen McAndrew afgelopen vrijdag de commissie Evaluatie Wet Minimumloon geïnstalleerd. De commissie moet verbeterpunten vastleggen voor het aanscherpen van de wet. De wet beschermt volgens hem vooral werknemers die ongeschoold zijn of minimale scholing hebben genoten tegen uitbuiting. Tegen deze achtergrond beschouwt hij het minimumloon ook als een belangrijk instrument ter bestrijding van armoede in ons land. En de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Carol Lynn Williams, vertrekt na een dienstverband van 4 jaar uit Suriname. De diplomaat is gisteren op basis van het goed werk dat ze heeft verricht door president Chandrika Prasad Santokhi gedecoreerd tot drager van het grootlint in de ereorde van de Palm. Op het presidentieel paleis benadrukte het staatshoofd vooral de bijdrage van ambassadeur Williams in het versterken van de relatie tussen Suriname en de VS.